Nou, we gaan weer verder. We gaan naar Romeinen 5 vers 2. Dit is weer de studie over de zegeningen. Vorige keer hebben we Romeinen 5 vers 1 gehad. En dat gaat over dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Dat we daardoor vrede hebben bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben. Door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Laten we met gebed beginnen. Vader, dank u wel dat wij deze Bijbel hebben en dat we het woord der genade kennen, dat we onze apostel kennen, dat is namelijk Paulus en de boodschap van genade, Vader. Dat is ons dagelijks voedsel, ons dagelijks het levende water ook voor ons, Vader, waardoor wij geestelijk in leven kunnen blijven en in deze roerige tijden. En daarom ook, Vader, ook met de Romeinen 5 vers 2, dat geeft zoveel blijdschap en zekerheid dat we dit ook weer met veel aandacht en met veel plezier mogen lezen en het geloven, Vader. In Christus' naam. Amen. Ja, ik dacht, Jaap, die... Ik heb geen melding. Nee, dat hoeft ook niet. Ik heb ben doorgegaan. Romeinen 5 vers 2, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof. Dat gaat over de toegang, Jaap. Ja. Ik denk, Jaap gaat helemaal uitgebreid over de toegang praten. Maar ja, dat dacht ik ook bij mezelf. Dan nog, Paulus die zegt ook deze dingen weer opnieuw te schrijven. Niet verdrietig, maar voor u is het zeker. Dus herhaling, herhaling. Maar goed, het viel mee. Dus kijk... Het is heel mooi, Romeinen 5, ja. En inderdaad, vroeger, voor de apostel Paulus, was het inderdaad gewoon, zonder niet letterlijk, maar verboden toegang. Ze hebben ook zo'n steen gevonden, hè, van die toen in de tempel stond. En dat voor heidenen niet toegestaan was om die tempel in te komen. Dat was gewoon niet toegestaan. En buiten dat, en dat was dan voor de heiden, maar uiteindelijk wat jij ook al zei, niemand had toegang tot God. Alleen de priesterstand, die stonden tussen de mensen en God, die deden dan dat werk eigenlijk, het offeren en dat soort dingen. Maar dan had je natuurlijk maar één persoon, eenmaal per jaar, die het... waar ging die heen? Naar het Heilige der Heiligen. En dan moest hij eerst dat voorhangsel opzij doen om daarheen te gaan. Dat is een beeld. Ja, die tabernakel is een beeld dat is van het ware wat in de hemel is. Ja? Want God woont ook afgescheiden daar. Hè? Hij woont in duisternis. Hij is afgescheiden. Niemand kan er zomaar bij komen. En ja, en nou zegt hij dus, wij hebben ook de toeleiding door het geloof tot deze genade. Nou, toch even in verband met dat voorhangsel. Kijk, en die priesterdienst, Hebreeën 9 vers 7. Dat is de schrijver van de Hebreeënbrief die daar iets over zegt. We kunnen ook naar het Oude Testament, maar dat gaan we niet doen. Ik doe het hierbij, het staat er heel duidelijk geschreven. 9 vers 7, dat gaat dus over de tabernakel. Maar in de tweede tabernakel, en tabernakel betekent tent. Dus in de tweede tent ging alleen de hoge priester, en kijk, dus hij alleen, en dan eenmaal des jaars. En ook niet zonder bloed. Dus er waren allerlei voorwaarden. Hoge priester moest het zijn. Eén keer per jaar en met bloed. Het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Je ziet hier één keer per jaar alleen de hoge priester. Nou, denk maar aan de Joden, hoe ze helemaal in paniek waren. En er kwam een opstand toen ze dachten dat Paulus Trofimus, een heiden uit Azië, want het waren Joden uit Azië en die kenden die Trofimus. En ze dachten, ze meenden, ze wisten het niet eens zeker, maar dat hij, Paulus, een heiden in de tempel gebracht had. Nou, Paulus werd bijna gelinched. Ja? Dus zo heftig was dat, ja. Maar goed, dus heiden hadden daar geen toegang. Dat wil zeggen helemaal niet tot de tempel. De Joden dan nog wel in die tempel. Maar dan verderop in die tent, ja, voor het heilige. Dan had je alleen ook de priesters. Maar het heilige der heilige alleen de hoge priester. En ja, wij weten nu de hoge priester met een grote H. Dat is de Heer Jezus Christus.
Die is in het ware heiligdom naar binnen gegaan. Dat is boven waar God woont. Ja, om met zijn bloed, ja, heeft hij dus het werk gedaan aan het kruis. En kijk, er is een verandering van bedeling. Gaan we mee naar Efeze 2, vers 12. Efeze 2, vers 12. Daar zien we het ook staan. Dat heeft het over ons, heidenen. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Nou, die konden natuurlijk absoluut niet, die hadden gewoon geen toegang. Absoluut geen toegang. Maar er is dus iets veranderd. Als we dat schema nou zouden hebben, dan kon je dat mooi zien, dat gele gedeelte, dat is waar we nu in leven. Nou, jij hebt 3 vers 12 gelezen, maar als we kijken naar 2 vers 18... dan gaat het vooral over de Jood en de heiden. Dan zie je mooi het verschil. Want in vers 14 zie je dat die middelmuur des afscheidsels, die muur die tussen de Jood en de heiden stond, de wet en de besnijdenis, heeft hij afgebroken. Ja, niet toen hij aan het kruis hing, hoor. Want toen was dat allemaal nog gescheiden. Ja? Dan waren de heiden nog steeds zonder God. Maar dit is Paulus die dus het kruis uitlegt. En dan voor ons in deze bedeling der genade. En dan zie je dat hij die vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt heeft. Namelijk die wet der geboden in inzettingen bestaan, opdat hij die twee jodenheiden in zichzelf tot een nieuwe mens, één nieuwe mens zou scheppen, vrede maken. En daar gaat het nu om die ene nieuwe mens, jodenheiden. En nu hebben zowel, je ziet in vers 16, de vijandschap is dus verzoend tussen de jodenheiden, is geen verschil. En met God is er nu verzoening ontstaan. En in vers 17 komende heeft hij door het evangelie, nou dat heeft Jaap net uitgelegd, welk evangelie dat is, dat legt hij verder in Efeze 3 ook uit, vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Ja, zie je, Jood en heiden. Want door hem, kijk, hebben wij, hier gaat het nu even over Jood en heiden, beide de toegang door één geest tot de Vader. Je ziet de drie-enige God staan. Hè? Je ziet hier de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hebben, door die ene geest hebben wij toegang tot de Vader. Toegang tot de Vader die op de troon zit. Niet achter het voorhangsel in die tempel, maar boven in de hemel. En dat hebben wij dus altijd. Er staat ook, hebben wij allebei de toegang. Dat is een geweldige toegang. En dan met vrijmoedigheid vrijmoedigheid en vertrouwen. We kunnen vrijmoedig naar binnen gaan. Nou, ik ga niet zo vrijmoedig hier even naar het paleis waar Alexander woont. Daar kom je trouwens ook niet zomaar 1, 2, 3 binnen. Maar als je binnen bent, nou ga je dan nog zo vrijmoedig. Ja? Daar ga ik zo meteen nog wel iets over zeggen. Maar het is in ieder geval, we hebben altijd toegang. Wat had die hoge priester? Had hij altijd toegang? Nee, één keer per jaar maar. Eén keer per jaar. En hij alleen. En wij, iedereen, Jood en heiden. Ja, als je dat aan een Jood vertelde, Paulus deed dat natuurlijk, die konden dat gewoon niet begrijpen. Hoe kan dat? Heb je zomaar toegang tot God? Wij hebben die priesterdienst met de tempel en de offers. En nu zeg jij zomaar dat jij zo toegang hebt tot God, de Vader? Dat was onder de wet zo. Dat je dat niet had. Maar nu hebben wij dat wel. Kijk met mij even in Hebreeën 10. En dat is natuurlijk een geweldige, ja, zegen ook. Dit te weten. Hoeveel mensen denken dat ze aan allerlei kwalificaties moeten voldoen om hopelijk toegang te krijgen, weet je wel. En als je de toegang hebt, ja, wie weet word ik er weer uitgegooid en dan moet ik weer van alles doen om er weer te komen. Maar het hangt niet van jou af. Maar kijk, Hebreeën 10 vers 19. De welke wij dan broeders. En ik weet, dat is de Hebreërs, de kleine kudde. Maar let op. De Hebreeënbrief legt het kruis uit voor de Joden. De Romeinenbrief legt het uit in deze bedeling der genade voor de heidenen, ook inclusief de Joden. Maar in verband met het, niet met het profeetsprogramma. Daarom zie je heel veel over de tabernakel en dat soort dingen. Want dat grijpt helemaal terug naar Israëls historie in die tempel, dat is in Christus allemaal vervuld, dat moeten ze zien. Nou, wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan
Kijk, in het heiligdom, hoe? Door het bloed van Jezus. Op een verse of een nieuwe en levende weg, welke Hij ons, kijk, ingewijd heeft. Kijk, door het voorhangsel. Wat is dat? Door zijn vlees. Dus dat voorhangsel wat daar letterlijk hing, daar zegt de Hebreeënbrief nou van, kijk, en dat voorhangsel, wij hebben nu die toegang, zo door zijn vlees, namelijk de gekruisigde Christus aan het kruis. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, dat is Christus. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Zie je, zij hebben ook volle verzekerdheid des geloofs, omdat het hangt niet van hun af, maar wat de Messias voor hun gedaan heeft. Onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Nou, en dat is dus, de weg is dus gebaand voor Israël en daarmede in het koninkrijk gaat Israël, als ze eenmaal gered zijn, gaan ze het ook aan de heidenen verkondigen, want mijn gebedshuis zal een bedehuis voor alle volken, hè? Alleen wie zullen dan in het koninkrijk in die tempel dienen? Dat zijn wel de Joden, hoor. De gelovige Joden. En de heidenen, die gaan allemaal ook naar die tempel toe. Ze zijn welkom, geloven in die Messias. Maar dit is dus geschreven, ja, voor hun. De weg is gebaand en hier gebruikt de schrijver heel duidelijk het voorhangsel. Dat is namelijk zijn vlees. Vond ik mooi om te zien, maar wat zegt Paulus daar dan van? Nou, kijk met mij in Colossenzen 1. Kijk, dus we kunnen dit gebruiken, absoluut. Maar we weten, het is niet voor ons geschreven eigenlijk. En toch zie je dat Paulus, die zegt het ook niet altijd in de, die heeft het niet over dat voorhangsel. Want dat is voor de Jood zo belangrijk. Tegen ons zegt hij in Colossenzen 1 vers 21. En het gaat natuurlijk om hetzelfde. En hij heeft u, die eertijds vervreemd was en vijanden door het verstand in de boze werken, dus totaal onmogelijk dat je toegang tot God had, nu ook verzoend. Wij heiden hebben verzoening en vrede met God. En dan, wat staat daar? In het lichaam zijn vlezes door de dood. Nou, dat is dus dat voorhangsel wat hij zegt in Hebreeën. Dit is het voor ons. Ja? Maar het is natuurlijk allebei, hij is de toegang tot God. En dat is door zijn vlees. Nou, ik vind het mooi om dat zo te laten zien. De Hebreërs. En wij, kijk, merk het geen niks, zegt toch de Heer, geef je verstand in alle dingen. Paulus bevestigt haar, wat daar staat voor hun, het is ook voor ons natuurlijk. Diezelfde Jezus aan het kruis met zijn lichaam. Nou, wij hebben dus toegang tot God, hè? Romeinen 5 vers 2. Wij dan zijn de rechtvaardig door het geloof, hebben toegang. We hebben altijd toegang tot God. Ik zei net al, voor ons is het onmogelijk. Nou, heb ik het over ons koningshuis. Maar elk koningshuis waar je ook komt, en hoe gewoon een koning ook wil zijn, zoals onze koning wil heel graag zo gewoon mogelijk overkomen. Je hebt ook koningen die gedragen zich veel afstandelijker. Maar het is toch bij allebei het geval. Of ja, je zal de minister-president van Amerika bijvoorbeeld. Je kan nergens zomaar even naar binnen lopen. Welke koning, het is een hoge positie, ja. En kijk in Hebreeën 9 vers 11 nog even weer. Over die toegang. Dus wij, kijk, al zou je misschien één keertje bij de koning op bezoek kunnen komen. Nou dan, Paul heeft een keer onze koning de hand gegeven. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet nog een keer gebeuren in je leven. Ja, ja, nou moet het zo zijn. Of, hoe heet dat? Een box. Ja. Maar dat zal niet vaak meer gebeuren. Die kans is bijna wel nihil. Of dat je, maar Steven, je bent één keer op bezoek geweest of audiëntie. De kans dat je dat nog een keer gebeurt, die is gewoon eigenlijk nul. En wij hebben het over de schepper van hemel en aarde. Daar hebben wij gewoon altijd toegang. Ja, altijd. Kijk, in Hebreeën 9 vers 11, dat is het. In Hebreeën 9 vers 11. Maar Christus, de hoge priester, daar heb je hem weer. Der toekomende goederen gekomen zijnde is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel. Het is tegenwoordige tijd, hè? Weet je wat dat impliceert? Dat toen de Hebreeënbrief geschreven werd, dat de tempel er nog stond. Ja? Dus niet dat hij later geschreven is of zo. Maar kijk, nog door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Kijk, hij is eenmaal ingegaan.
Maar door die ene keer in het heiligdom in te gaan, heeft hij een eeuwige verlossing teweeggebracht. Dus Christus ging één keer, de hoge priester moest elk jaar weer. En Christus heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengen de onreine hen heilig tot de reinheid des vlees. Kijk, dat soort dingen, dat is allemaal, dat schrijft Paulus allemaal niet over naar ons toe. Het is allemaal de dienst van de tabernakel in de tempel. Kijk, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Hij was zonder zonde. Waar denk ik dan aan bij? Waar denk ik dan aan als Paulus, als je hier leest over, hij heeft zich onstraffelijk opgeofferd. Dat betekent dat hij zonder zonde was. Ik denk dan aan 2 Korinthe 5, vers 21 voor ons, ja? Daar is hij tot, hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. Om uw geweten te reinigen, kijk, van dode werk om de levende God te dienen. Ja, de werken van onszelf, dit zijn allemaal dode werken. En je deed ze voor je geweten, je moest het elke keer doen. Nu hebben we een volmaakt offer. En het is één keer binnengaan, één keer geofferd. En het is voor altijd en eeuwig. En ja, dat is toch iets geweldigs als je dat leest, ja? Door een onstraffelijk offer. Nou, dat is Christus. En kijk ook in 10, vers 10. Kijk, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Dat is voor Israël zo en dat is natuurlijk voor ons ook zo. In hem hebben wij de verlossing. Niet elke keer opnieuw krijgen, hè? Zoals een kerk bijvoorbeeld elke week en sommige kerken elke dag de mis doen. En elke keer Christus een bloedeloos offer offeren. Elke dag wordt hij opnieuw geofferd. Dat is gewoon toot tegen de Bijbel in. Het is eenmaal geschied en voor altijd. En hoe het in de tabernakel ging en in de tempel. Kijk, en een iegelijk priester stond wel elke dag dienende. Ja, er was geen stoel daar. Hij kon niet zitten. Het werk moest doorgaan, altijd. Wat doen wij? Het offer is gedaan. Wij zitten. Ja. Wij zitten in die positie van wat Christus voor ons gedaan heeft. En eigenlijk moet je een beetje, oh, je hebt water, hè? En eigenlijk, hè? Okay. Wel elke dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonde nooit kunnen wegnemen. Hier staat nimmer meer, dat is ook goed, dat was toen de tijd, maar dat is een ander woord, gewoon voor nooit. Maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand God. Zie je, Christus zit nu. De priesters moeten staan, want dat werk was niet af. Christus werk aan het kruis, het is af. Hij zei toch, het is volbracht. Het is af. Voorts verwachtende, dat wil zeggen afwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank zijn voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Nou, dit is voor hun. Maar Paulus zegt dat dat voor ons ook zo is. Eén offerande. We zijn ook verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Het is genoeg. De Heilige Geest getuigt het ook ons. Want heeft hij in 16 en 17 over het nieuwe verbond. En kijk, in vers 17. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. En dan vers 18. Waar nu vergeving derzelf is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Zie je? Er is vergeving van al onze zonden. Paulus zegt in Colossenzen 2, al uw misdaden u vergevende. Dus ja, dan hoeft er ook dus toch niet meer geofferd te worden. Maar ja, weet je, mensen vinden het niet altijd makkelijk, want ze begrijpen natuurlijk niet altijd wie je bent in Christus en wat je doet als een gelovige. Dus ja, hier zie je dus, als je dit zo naast elkaar plaatst, dan zie je het kruis, ja, wordt uitgelegd. En voor Israël kan je zeggen, dat is gebeurd aan het kruis. En als we kijken over het kruis, wat voor ons gebeurd is, dan spreken we over door het kruis. Dat is pas bij de apostel Paulus bekendgemaakt. Dat was natuurlijk altijd verborgen wat het voor ons hierin hield. Het is aan het kruis natuurlijk, is hij daar gestorven. Maar die boodschap waar wij nu over praten is pas bij Paulus bekendgemaakt. En daarom zie je door het kruis. Dus de Hebreeënbrief is aan het kruis. De evangelie is aan het kruis. Toen was het voor Israël. Dus niet zo, je hebt het er net al uitgelegd in Efeze.
Dat is allemaal verborgen. Dus waar we nu over praten, wat ik nu een aantal dingen heb laten zien, dat heeft allemaal met onze positie te maken. Wij hebben gewoon die toegang voor altijd. Dus als je teruggaat naar Romeinen 5 vers 2. Romeinen 5 vers 2. Nou kijk, en dan zegt hij dus in vers 1, wij zijn gerechtvaardigd zijnde uit het geloof en daardoor hebben wij vrede bij of met God door onze Heer Jezus Christus. En door diezelfde Heer Jezus Christus wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Dat wil zeggen, in welke wij staan en roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Dus qua positie, ja, ik heb het. Maar hij heeft het ook over, als je helemaal gered bent, ook daarna met je wandel heb je altijd die toegang. Ja? Altijd heb je die toegang. Dus het begint met je rechtvaardiging, vers 1. En nou ja, dan heb je dus, als je gerechtvaardigd bent, heb je dus vrede met God. De rechtvaardiging is eens voor altijd. En daardoor heb je ook altijd vrede. Altijd. Los van wat, hoe je ook gedraagt. En daardoor heb je dus nu altijd toegang tot God. Het hoeft niet elke keer opnieuw gedaan te worden. Ik ben gerechtvaardigd in Gods ogen. En daarom met vrijmoedigheid en vertrouwen, die tekst die jij net behandelde, dat kan ik nu met opgeheven hoofd zo naar binnen lopen. Altijd. Dat komt omdat God ziet mij in zijn Zoon Jezus Christus en dat ik zijn rechtvaardigheid toegerekend heb gekregen. En dan voldoe je aan de standaard. Dus dan heb ik ook vrede, die toren, ook al kom ik daar en ik heb gezondigd, als mensen gezondigd hebben, ja, ook, dan kan je natuurlijk enorm schuldig voelen. En de Heilige Geest bedroeven, dat is ook zo. Maar dan moet je juist denken aan de teksten, oh, ik ben gerechtvaardigd. Ik heb vrede met God, die is niet weg. Dus ik hoef ook niet te denken, oh, nou, ik ga even heel erg veel schuld beleiden en me heel erg klein maken en spijt me, vergeef me alstublieft. Dat is niet de weg van genade. Dat is juist erkennen wat hij gedaan heeft. En dank u wel dat ik vergeven ben. Dat zeg je gewoon tegen God. Je hebt toegang, je hoeft niet buiten te blijven. Ga gewoon naar binnen en dan kan je tegen hem zeggen. In zijn aangezicht. Dat is gewoon onvoorstelbaar, die vrijmoedigheid dat wij die hebben, we kunnen dat gewoon doen. Er komt namelijk, ik heb dus een vrije toegang, want er zal nooit toren meer over mij komen. Ook al heb ik zo gezondigd. Ik krijg daar niet mee te maken met de grote witte troon. Dat is gewoon eens of altijd is daarmee afgerekend door de Heer Jezus Christus. En dat heb ik geloofd. Dus ja, Israël, die is nu in staat, ze hebben nu de hoogpriester met een hoofdletter, hè? En als je kijkt nog even weer naar Hebreeën 4 vers 12, dan zie je dat de schrijver, wie het ook is, maar Hebreeën 4 vers, even kijken hoor, niet 12. Waar staat het ook weer over de toegang? Was toch Hebreeën 4? 16? Ja, die is het, ja. Kijk, vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Nou, dat is zo. En Christus heeft echt alle verzoekingen in zijn geest, ziel en lichaam meegemaakt. En heeft bewezen dat hij de ware Messias is. Adam is gefaald, Christus is gewoon geslaagd. En daarom kan iedereen ook naar hem toe gaan. Kijk, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is weer die toegang. Dat is de troon. Dat is de troonzaal waar God op zijn troon zit. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Met andere woorden, dit gaat dus over niet over hun positie. Je gaat in je gerechtvaardigde positie naar de troon. Hè, dan heb ik het even over ons. Ik heb vrede, er komt geen toren. Maar heb ik hem niet elke dag nog nodig? Jazeker. Dus in mijn wandel kan ik gewoon met vrijmoedigheid daar gaan, zodat dat hij mij kan helpen in de tijden van nood. Ja, die zijn er. Hè, die hebben we nodig. En ik weet wel, of je ernstig vervolgd wordt, of weet ik wat je allemaal kan meemaken als gelovige. Dat is heel erg. Wij worden nog niet fysiek vervolgd, maar we zijn wel ook aan banden gelegd. Hè. Je vrijheid wordt beperkt. En er kan bij mensen eenzaamheid ontstaan of allerlei andere gevoelens, negatieve dingen.
gevoelens van opstandigheid. Weet je wat? Je weet wat ik bedoel, door de corona gaan doen. En ja, dan kan je dus... Dat zijn ook tijden van nood voor mensen, ja? En voor ons als gelovigen. Dan kan je dus naar die troon gewoon... Je hebt dus altijd toegang. Je kan altijd daarheen gaan om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dat geldt voor hun en dat geldt voor ons exact hetzelfde. Dus dagelijkse communicatie en hulp van God. Nou, inderdaad. Dus we hebben 100% toegang tot die troonzaal. En dan staat er in Romeinen 5 vers 2... Door welke? Dat is, wie is dat? Dat is door hem, door de Heer Jezus Christus, ja. Dat is de code, het wachtwoord. Nou, je ziet daar die laptop staan. Nou, van de week had ik met Paul nog even over. Hoeveel wachtwoorden je allemaal wel niet moet hebben tegenwoordig. Met alles moet je inloggen. Ik zei nog van de week tegen een klant. Oh nee, dat zei ik niet tegen een klant. Maar ik dacht het. Of ik zei tegen jou, ja, wat zou het toch zijn? Wat is eenmaal geweldig als je zo meteen ergens leeft. En je hoeft geen contracten meer in te vullen. Je hoeft niet meer, ik heb van de week een huurcontract ondertekend. Nou, dan krijg je toch een stapel papieren met allemaal voorwaarden voor dit en dat. En allemaal handtekeningen en huur van tevoren betalen. Allemaal zekerheden inbouwen voor de verhuurder enzovoort enzovoort. Dan zijn we ergens totaal geen wachtwoorden meer nodig. Niks. Dat is dan niet nodig. Maar in deze wereld... Nou, ik zag pas nog... was iemand op tv die zijn laptop... hadden ze een laptop. En toen hadden ze al zijn wachtwoorden. Ja, die had al zijn wachtwoorden op zijn laptop opgeslagen. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Maar ik bedoel, dan heb je dus... Als je het wachtwoord hebt, heb je toegang. En dat is hier ook zo. Christus, als we in die termen blijven... is voor ons het wachtwoord. Ja, is het wachtwoord. En dat is de code om binnen te komen bij de troonzaal. Dus zonder Christus komt niemand bij God. Niemand. Dus zonder het offer, zonder het kruis. Jij zei net, niet iedereen die zegt, heren, heren. Ze kunnen wel veel over de Bijbel zeggen. Maar als je niet geloofd hebt, kom je echt er niet in, hoor. Je kan wel in God geloven. Ja, dat doen de duivel ook. En ze sidderen. Kom je er niet in. Het gaat om God en zijn zoon. Ja, dat je gelooft dat hij zijn zoon gegeven. Nou, waarom wil je in Jezus geloven? Omdat je niet de toorn van God over je wil krijgen. Dus je gelooft dan in allebei natuurlijk. Het een kan niet zonder het ander. Nou oké, dan is het wachtwoord is dan inderdaad Christus. En wat is dan de gebruikersnaam, denk ik dan? Dus ik heb een nieuw e-mailadres bedacht. Dat is gewoon Jan Stelma @ en dan in Christus punt hemel. Dus niet NL. Ja? Misschien vind je het een flauw grapje, maar het gaat er even om. Jan Stelma. Wie is Jan Stelma? Of wie is Jaap? Of wie is Paul? Of wie een van jullie? Kan je zo naar binnen komen? Nee. Wat is mijn identiteit? Mijn gebruikersnaam, dat is mijn identiteit, wie ik ben. Nou, dat is natuurlijk... Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Dat is het. Mijn identiteit is dat ik met Christus gestorven ben, opgestaan. Ik ben in hem. Dat is mijn identiteit. Ik ben een zoon van de levende God. Een mede-erfgenaam met Christus. Met hem gestorven, begraven, opgestaan. Vandaar. Dus dat ben ik nu. Dus als ik zeg, ja, Jan Stelma gewoon. Nou, die komt er niet in, hoor. Nee. Jan Stelma die in Christus is. Die geloofd heeft. En dan kom je door Christus. Heb je ook de toegang. Ja? Dus je hebt vrede met God. Omdat je bent gerechtvaardigd. Maar dat is niet alleen dat. Daardoor heb je ook dus altijd vrijmoedig toegang tot deze genade. Ja? Om geholpen te worden te zijn de tijd. En dat is door het geloof. Zie je het staan? En ja, je zei het net ook even. Door het geloof. En er zijn leerlingen die sluiten dat geloof uit. Hè? De alverzoeningsleer. Het is allemaal gebeurd. Of ja, nee, het is van tevoren al besloten. Sluit ook geloof uit, want het moet je gegeven worden. Dus het komt eigenlijk allebei op hetzelfde neer. Hè? En Satan wil dat ook. Die wil gewoon, ja, mensen blokkeren de toegang. Ja, je moet allemaal dingen doen, hè? In plaats van te geloven. En als je het eenmaal bent, ja, dan moet je allemaal dingen doen om gered te blijven. Nee, het blijft altijd geloof. Geloof. We hebben toegang door het geloof. Nou,
En geloof is wat? Door het horen en het horen door het woord van God. Weet je dat hij die tekst zegt, dat gaat het eigenlijk over Israël? Dat staat in Romeinen 10, vers 17. Maar dat principe, dat geldt natuurlijk door alle eeuwen en bedelingen heen. Dat Abel moest dat ook doen. Die ging ook door het geloof. Dat heeft hij gehoord van zijn vader, Adam. En Kain ook. En dan zie je, wie kreeg toegang? Niet Kain, want die geloofde niet. Het was niet zo, dat moest hij zelf maar bedenken. Nee, hij heeft niet geloofd het woord van God, wat Adam aan hem gecommuniceerd had. Hij wist het, hij moest het geloven. En Abel geloofde het wel. En dan heb je toegang. En dat is voor ons in deze tijd nog steeds hetzelfde. We hebben qua positie allemaal natuurlijk wel de toegang. We hebben vrede, we hebben rechtvaardigheid. Maar wil je geholpen worden tot deze genade en gesterkt worden, ja, waar moet je dan in geloven? Ja, dat is geloven in de boodschap van Gods genade. Want anders gaat Gods geest echt niet in jou werken. Dus in verband met eeuwig leven, de toegang, dat is omdat je hebt geloofd wat Romeinen 4, vers 22 tot en met 25 zegt, ja. Dat is Abraham, het werd hem toegerekend. Je gelooft, God heeft het voorzien. Hè? Hij heeft zijn zoon overgegeven voor onze zonden en opgewekt om ons te kunnen rechtvaardigen. Nou, vers 1, wij dan gerechtvaardigd. Dus wij hebben dat geloofd en zijn gerechtvaardigd. Dat is in verband met eeuwig leven. Nu hebben wij de toegang door het geloof. Wij hebben toegang en nu kan het ook werken. Tenminste, als je het woord neemt, als niet van een mensenwoord, maar als Gods woord, zegt hij in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, wat ook werkt in u, kijk, daar komt het, die gelooft. En werkt in die gelooft. In wat gelooft? Nou, het gelooft in de evangelie van Gods genade. Wij worden gesterkt door zijn geest in de inwendige mens. Ja, mijn genade is u genoeg, zegt Paulus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En hoe zei hij dan ook weer? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan zie je dat Efeze 3, vers 16 zegt, dat wij worden door zijn geest gesterkt in de inwendige mens. Dus die geest, die bekrachtigt ons door zijn genade in de inwendige mens. Dat is de formule. En niet door de wet. Want de wet, ook al zijn wij gered, ook al zijn wij gerechtvaardigd, de wet, wat doet hij ook bij de... Ja, waarom? Omdat wij hebben die zondige natuur. Als wij de zondige natuur niet zouden hebben, dan zou er niks gebeuren. Want we hadden geen zonde. We zijn wel vergeven van onze zonde. Al onze zonden zijn vergeven. Mijn zondige natuur is aan het kruis geslagen. Maar dat moet ik wel daarvoor houden. Dat is mijn positie. Geestelijk heb ik dat allemaal. Maar ja, helaas, dit lichaam is nog mijn oude lichaam. En daar zit die zondige natuur nog steeds in. En die wordt geactiveerd door de wet. Dus heb je toegang? Ja. Maar wil je dat het ook werkt en dat hij jou kan helpen, dan werkt zijn geest alleen samen met de brief van de apostel Paulus. En dan zal hij je helpen wanneer je maar wil, als je het maar gelooft wat hij in zijn woord zegt. Ja. Dus dat is wel even belangrijk om te begrijpen. Nou, tot deze genade, zegt hij. Geloof, we hebben toegang door het geloof tot deze genade. Dat is dus, wij hebben toegang in onze gerechtvaardigde staat. En dan worden wij, kijk, ik zeg altijd, wij hebben de toegang, hè. Omdat toeleiding, dat zeggen wij eigenlijk niet zo erg. Vaak, toch? Dat is een beetje oud woord. Dat betekent toegang. Maar als je nou even nadenkt, dat God zit daar in die troon, in die troonzaal. Hè. Denk nou maar aan koningshuizen. Ja, normaal, je ziet wel zo'n oude film, dan zie je zo'n koning zit echt op de troon. Of denk aan Salomo, hè. Die zat op een troon met, maar niet, 6 leeuwen rechts en links, ja, toch? Ivoren leeuw op die trap treden, 12 treden, 6 treden, links en rechts van die ivoren leeuw. Hè. Nou zegt dat dan kom je ergens binnen. Hè. En dat kijken we naar de Queen in Engeland, dat zijn echt troonzalen. Hoe kom je daar binnen? Hoe trouwens, even eenvoudig in ons koningshuis, als je mag naar binnen. Hè. Hoe zou dat gaan dan? Nou, dan gaat de deur open, dan staat daar een lakei, toch? En dan zegt hij, nou, je zit daar, loop daar maar heen. Nee, jij wordt door zo'n iemand begeleid naar de koning. Je loopt niet zomaar daarheen. Dat gaat overal zo. En dat is eigenlijk toeleiden. Men heeft nog eens kritiek op die Statenvertalingen. Maar als je goed nadenkt over de woordjes, dan is het echt zo mooi gedaan.
We worden toegeleid. En dat is door Christus worden wij naar die troon geleid waar God zit. Want als wij bidden, wat doen wij dan? Ik weet ook wel, er wordt ook tot de Heer Jezus gebeden. Maar eigenlijk is het niet zoals de Bijbel dat leert. Wij bidden via Christus, maar wij bidden tot de Vader. We hebben het altijd over onze Vader. Ja? Daar bidden wij door. Tot Hem bidden wij. Dat is ook die troonzaal waar we heen gaan. En Christus leidt ons door die troon, tot die troon, net zoals dat op aarde gebeurt. Ja, dat kan niet doen, omdat wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En dan staan wij dus. In welke wij staan. Ja, wij staan daar. Dat is altijd die gerechtvaardigde staat. En Korinthe 15 heeft ook over het evangelie wat ik u verkondigd heb. En dan zegt hij, waarin gij ook staat. Je staat. Dat blijft altijd zo. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Dan denk je, ja. Maar er zijn zoveel mensen die dat niet begrijpen. Kijk, de rechtvaardiging is namelijk een eenmalige verklaring. Ik heb vorige keer ook gezegd, het is geen proces. Hè? Romeinen 4, vers 5 over Abraham. Wat zegt hij dan? Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is één keer. Niet elke keer weer een stukje erbij. Oh Jan, je doet het goed. Het gaat nog iets beter. Je wordt nog iets meer, nog iets meer. Het is één keer, één klap word je rechtvaardig verklaard. En niet anders. En wat we net met Abraham lazen in 23 vers 24. Abraham, wanneer werd het hem toegerekend? Toen hij keek, God zei, zo zal uw zaad zijn. En wat staat er? God geloofde hem. Dat staat trouwens in ook in hetzelfde hoofdstuk. Ik kon het even zo gauw niet vinden. Maar ja, in ieder geval. Oh, het staat in Galaten, die tekst, dan weet ik het niet. Maar in ieder geval, hij geloofde het op dat moment. En wat staat er dan? Toen rekende God hem zijn geloof tot rechtvaardigheid. Zie je het? Op dat moment. Dat is een split second. En dat is bij ons ook zo. Een split second wordt het jou gerekend tot gerechtvaardigheid. En dat is dus onze positie die wij voor het aangezicht van God hebben. Als hij daar op zijn troon zit. Dat is los van onze wandel. Kijk, als je in het Oude Testament denkt. Ik weet niet of je nog misschien het verhaal weet. Maar toen kwamen er dus twee zonen van Aaron met vreemd vuur. En het vuur was dat mocht natuurlijk niet. Het was door vuur uit de hemel aangestoken. Maar je mocht niet zelf ook. Dus dat zijn dus wat wij mensen. Die kunnen ook met eigen vuur komen. Hè? Eigen werken, dingen komen. Die kunnen voor God niet bestaan. Maar wat is er gebeurd met die twee? Ja, er kwam vuur uit de hemel. Die doodde twee zonen van Aaron eventjes. Hè? En Aaron stond stil. En dat was vader ervan. En die kinderen kwamen om. Kijk, zo denken ook veel mensen. Dat ze denken, ja, als ik bij God nader. Dan niet die vrijmoedigheid, omdat ze bang zijn, dat ze die toorn over zich kunnen halen. Maar dat is juist zo mooi. Kijk, dat gaat bij ons niet gebeuren. Al zouden wij vreemd vuur binnenbrengen, dus ik noem maar wat, je wijkt af van het evangelie van Gods genade, je gaat naar een ander evangelie, of je wordt een demas, daar ga ik het volgende week over hebben, die gewoon de hele wereld, tegenwoordige wereld lief krijgt en niks meer mee doet. En die komt dan, die zou, nou ja, die kan nog steeds altijd die troon binnenlopen, troon zal binnenlopen. Want hij komt in zijn gerechtvaardigde staat. En niemand van de gelovigen hoeft bang te zijn dat hij ooit nog onder dat vuur van zijn oordeel zal komen. Dus ja, die toegang, elke dag die je hebt tot hem, dan weet je gewoon, ik heb vrede voor altijd. Ik zal nooit voor de grote witte troon komen. Waar je dan mee te maken krijgt, als je dus in een onrechtvaardige wandel bezig bent, of in de zonde gaat leven, of helemaal, noem het allemaal maar op, dan krijgt de gelovige, hij heeft altijd die toegang, dat is onaantastbaar, hij heeft altijd vrede met God, alleen hij zal wel voor de rechterstoel van Christus natuurlijk wel verantwoording voor zijn leven afleggen. En dat is gewoon zo. En God gaat daaraan zien of jij inderdaad getrouw bent geweest, want daar gaat het om. Getrouw in het kleine, zegt hij in de evangelie toch ook? Dan zal ik je ook over kleine dingen zetten. Ben je getrouw in het grote, zal ik je getrouw zetten over het grote. Nou, dat is bij ons exact precies hetzelfde. Er zal geen vuur over je komen. En er zal nooit staan wat ik toen dacht voordat ik ging geloven. Nou, het is afgelopen met mij.
Het zal nooit zijn, je bent altijd verboden toegang bijvoorbeeld. Nee, je kan niet meer binnenkomen. Ja, je hebt het nou zo bond gemaakt. Nee, voorlopig geen toegang. Is onmogelijk. Het zal nooit zo bestaan. Wij hebben altijd toegang. En dat weten we ook, want we zijn natuurlijk ook verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En dan gaan we roemen. We staan erin en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Roemen, wat is roemen? Roemen is, ja, in jezelf roemen. Word je daar vrolijk of niet vrolijk van? Ja, roemen, dat heeft met verheugen te maken ook. Je eer ergens instellen bijvoorbeeld. Ik roem in mijn werk. Kijk eens, wat mooi. Jaap zei het nog, nou, mooie vloer. Dan zeg ik, ja, die heb ik gelegd, dat is mijn werk. En dat vind ik leuk. Ik denk, ja, dan ben ik ook trots op, vind ik mooi. Maar bij God kunnen we natuurlijk, als we even geestelijk zien, niet in onze eigen werken roemen. Dat niet. Wij roemen in wat? In de hoop der heerlijkheid Gods. En dan kan je ook helemaal blij van worden, toch? En verheugen. In het Engels staat ook rejoice. Dat betekent roemen in de betekenis van verheugen, verblijden. Met lofprijzing verheugen over alles wat God doet in zijn genade. Dat is in tegenstelling tot 3 vers 27. Dan zegt hij, waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat de wet der werken. Nee, door de wet des geloofs. Want wij worden door het geloof gerechtvaardigd zonder de werken der wet. Dus dat is verboden eigen roem. Maar wat 1 Korinthe ook zegt, wie roemt, die roemt in de Heer. Alleen in hem. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uzelf. Ja? En dan zegt hij, niet uit te werken op dat. Niemand roemen. Zie je, dat is het probleem met werken. Het is wat jij gedaan hebt en dan kan je in jezelf roemen en blij zijn en kijk eens wat ik gedaan heb. En is God wel verplicht om jou uit te betalen? Goed zo. Nee, het zijn jouw eigen werken die in het vlees gedaan zijn. En dan zegt hij in Efeze 2 vers 10 daarna, waarom niet? Opdat niemand roemen. Want gij zijt wat? Zijn maaksel. Zijn maaksel. Hij heeft ons gemaakt tot een nieuw schepsel. Met een nieuwe natuur. Die als hij gelooft in Gods woord, dat hij daarin kan werken. Zodat wij werken de rechtvaardig doen. Hij doen die hij in ons doet. Gebaseerd op Gods woord. En daardoor gesterkt. Ja, en dan kunnen we roemen. Want we roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Dan roemen we niet in onszelf, maar dan roemen we in hem. Ja, roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat is het gevolg van onze rechtvaardiging. Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, als je de dag nog weet dat je geloofd bent geworden, dat je de overgang wist van naar in Adam zijn, naar het in Christus zijn. Mensen, wat een blijdschap komt er dan toch, als je weet dat je vrede met God hebt en vergeven van al je zonden. En dan, God ziet jou ook al reeds als verheerlijk nu. Kijk, Romein 8 vers 30. Dat geldt voor ons, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Zie je, we zijn geroepen. Ik heb ja gezegd. Toen heeft hij mij ook gerechtvaardigd. En deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus in Gods ogen zijn wij reeds verheerlijkt. Absoluut. En ik kan roemen. Dat is het tegenovergestelde van alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. Ik kan nu roemen. God ziet mij. Ik heb dus die heerlijkheid gekregen inmiddels. Omdat ik ben gerechtvaardigd. Wat is nou de heerlijkheid Gods? Wat is de glorie van God? Nou, als je weet, Mozes, die zei, mag ik uw heerlijkheid zien? En wat zegt God dan daarachter? Nou, kon ik aan tijd nog even doen. Exodus 33. Je kan, ja, wat is het omschrijven van Gods heerlijkheid? Je kan naar het woordboek gaan natuurlijk, heerlijkheid, maar... Maar als Mozes dat vraagt, dan zegt God wat tegen hem. In Exodus 33, vers 18. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal, wat staat er? Al mijn goedheid. De glorie van God is eigenlijk zijn goedheid. En wat is die goedheid dan? Nou, ik zal voor uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn. Ik zal mij ontfermen wie ik mij ontfermen zal. En dan zegt hij in vers 21. De Heere zei verder. Zie, er is geen plaats bij mij. Dus je moet ergens in een kloof gaan staan. Er is geen plaats van veiligheid bij mij. Want dan word je verteerd.
En dan, het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid... Oké, nou dan zie je vers 5, de 34 vers 6. Toen hij de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij... Heere, Heere, God barmhartig, genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid. Overvloedig van weldadigheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Maar ook die de schuldig geenszins onschuldig houdt. En bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, enzovoort, enzovoort. Dus zijn goedheid, dat zie je, die is overvloedig en hij is ook rechtvaardig. Nou, daar ben ik ook blij om. Dat is ook goedheid. Want dat hij de schuldigen wel ook schuldig houdt en niet zomaar vrijspreekt. We weten, door het bloed van Christus wordt de schuldige, kan hij toch nog rennen. En zo niet, dan wordt hij geoordeeld. Nou, dat is de heerlijkheid Gods waar wij dus allemaal tekort aan komen. Die hebben wij niet. Wij zijn onrechtvaardig, wij zijn onheilig. En nu hebben wij dat gekregen. Ja, dat is de goedheid van God. Wij missen, wij derven de heerlijkheid Gods. De goedheid van God. En als je denkt aan de engelen, die kwamen bij de herdertjes allemaal. Herdertjes, nou ja, dat is een beetje ook een uitspraak. Dat waren nou niet, dat waren ook... als je moet waken over de kudde tegen leeuwen en beren, nou, dan moet je geen watje zijn. Maar in ieder geval, er staat er, die engel des Heren stond bij hun. En wat staat erbij? De heerlijkheid des Heren omscheen hen. En wat staat er dan achter? En zij vreesden met grote vrezen. Waarom is dat? Wij zijn natuurlijk... Wij van nature hebben wij natuurlijk een vrees voor die heerlijkheid God. Waarom? Voor zijn heerlijkheid, zijn heiligheid. Omdat wij dat niet hebben. Ja, nu ben ik gelovig. Maar als je dat ziet, dan ben je natuurlijk bevangen van ontzag. En vrees voor zijn heerlijkheid en zijn heiligheid. En nu niet meer. Kijk bij mij in Colossenzen 1 vers 27. Nu niet meer. Daarom vind ik dit een geweldig onderwerp ook voor in verband met ons onderwerp over de zegening. Een geweldige zegen voor ons, als je dit mag weten. Colossenzen 1 vers 27. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u. Kijk, de hoop der heerlijkheid. Hij is de hoop. Hij is niet een onzeker hoop voor mij. Ik heb zijn heerlijkheid gekregen. Ik weet ook eenmaal, God ziet mij ook al reeds als verheerlijkt. Ja? En geestelijk hebben wij het nu. Hè? Wanneer is de realisatie van die hele heerlijkheid? Als wij worden opgenomen, de Heer tegemoet, ja? De dag der verlossing, dan worden wij in heerlijkheid opgenomen. En dan zullen we altijd bij Hem zijn. Dus nu geestelijk hebben wij het, dat weten wij. Daar moeten we ook over houden, daar moeten we de brieven lezen. En dat weet je, die staat heb ik. En daar roem ik verheug mij en verblij mij in die hoop der heerlijkheid. De realisatie is dus als wij ook echt bij hem zullen zijn met het nieuwe lichaam. En nog één tekst, Hebreeën 2 vers 10. Laat nog even heen gaan. Hij is voor hun de leidsman geweest. Hebreeën 2 vers 10. In verband met die heerlijkheid. Want het betaamde hem, God... Om welke, Hebreeën 2 vers 10, om welke alle dingen zijn. En door welke alle dingen zijn. Dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende. Dus God heeft vele kinderen tot de heerlijkheid geleid. Wat staat erachter? De oogste leidsman hunner zaligheid. De oogste leidsman, dat is Christus. Hunner zaligheid van Israël. Hoe heeft hij dat gedaan? Door lijden zou heiligen. Dus hij heeft velen tot heerlijkheid geleid. En als je kijkt in 6 vers 20, heeft hij het over de voorloper. Waar heeft hij in vers 19, heeft hij over de hoop in vers 18. In vers 19, welke wij hebben als een anker... Van de ziel, kijk, gaat het weer over Israël, het welke zeker en vast is. En gaat tot in het binnenste des voorhangsel. Ja, daar, het binnenste van het voorhangsel, dat is waar God woont. Zie je, dat Israël gaat hier gelijk geweldig als je dat ziet.
Maar dat geldt voor ons natuurlijk ook, zoals Paulus dat leert. Want wij hebben ook een anker van de ziel, ja? Wij hebben ook die zekerheid. Maar kijk, waar de voorloper voor ons is ingegaan. Namelijk Jezus, en dan in verband met Melchizedek. Maar je ziet, Christus is de voorloper geweest. Hij is erin gegaan. Hij is de leidsman. En hij heeft vele kinderen, dat heeft hij het over Israël, tot die heerlijkheid geleid. Door de oogste leidsman Christus, de leidsman van hun zaligheid. Hij is de leidsman van de redding voor Israël. Maar als we kijken naar genade, is dat voor ons ook. En dan zie je, door lijden. Het is namelijk door zijn bloed en door zijn lijden. En tot heerlijkheid leiden, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds aan de gang. Aan iedereen die het evangelie vertelt van Gods genade. En dan kunnen zij ook die heerlijkheid krijgen. Want ze worden tot die heerlijkheid geleid. Dat is door het evangelie. En bij ons is dat dus dat je gelooft dat wij zijn natuurlijk de gezanten van Christus. En we komen met de boodschap van verzoening. En dat is, ja, dat is de mensen vertellen. En dan kunnen ze door dat lijden wat hij gedaan heeft voor hun, worden zij ook in die heerlijkheid geleid. En dan weet je, wauw, ik heb een positie reeds in de hemel. Ik ben in Gods ogen reeds verheerlijkt. Ik heb toegang tot deze genade. En ik roem in de hoop der heerlijkheid Gods. Geen onzekerheid, een vast en zeker weet. En daarom kan ik er ook in verheugen. Als je geen zekerheid hebt, nou, dan heb je altijd die twijfel. Maar dat doen wij niet. En dat heb je zelfs in de verdrukkingen. In vers 3 zie je dat je ook in de verdrukkingen zelfs je kan verheugen. Ja, dat produceert namelijk een aantal dingen. Leidzaamheid, bevinding en hoop. Dat heeft Paulus ook moeten leren, toch? Hij zegt, oh, genees me alstublieft. Laat al die doorn, laat die weggaan. En later, wat doet hij dan? Heeft hij welbehagen in smaadheden, verdrukkingen. Ja, niet dat hij zo graag geslagen wordt. Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ervaart hij de kracht van Christus in hem. En dat is voor ons exact hetzelfde. Dus als je kijkt, is dit een zegen? Ja, zeker. Heel weinig mensen weten helaas dat verschil tussen het staan in Christus en het wandelen in Christus. Dit is zekerheid. Als je zekerheid wil hebben, we hebben meerdere teksten, maar Romeinen 5, 1 tot en met 11, dat zijn allemaal teksten die ons versterken. Ja? Nou, dus onze rechtvaardige staat is voor altijd blijvend. Wat is blijvend in dit leven? Helemaal niks. En mensen zijn natuurlijk ook worden bevangen door angst, door alle gedoe met COVID en het bedrijfsleven natuurlijk. Dat is ook zo. En wij misschien ook wel dat je denkt, nou, hoe zal het gaan met mijn bedrijf, dit en dat? Of hoe zal, ja, misschien ook allemaal bang om dingen kwijt te raken. Hè? Ja, je wil niks kwijtraken, toch? En toch ga je het kwijtraken een keer. Want we gaan allemaal een keer naar de, dan gaan we dood en dan voedsel en dak, hè? Dat is het belangrijkste. Dat je dat hebt en dat je die gerechtvaardigde staat, vrede met God hebt. En dat je altijd toegang hebt, zodat hij jou kan helpen wanneer het nodig is. En dat is niet omdat je dan maar een mooi huis hebt of heel veel materiële dingen kan krijgen. Maar dat je kan helpen in de geestelijke noden. En die toegang, je hebt altijd toegang tot hem. Vader, wil u danken, Vader, voor deze heerlijke genade. En ja, dat maakt ons blij en dan verheugen wij zeker, net als Paulus, in die hoop der heerlijkheid. Dank u wel daarvoor in Christus naam. Amen. Nou, bedankt allemaal weer voor het kijken. En ik hoop dat het woord jullie, en dat weet ik wel zeker als je het gelooft, dat je weer gesterkt mag zijn en ook helemaal verblijd. Namens Paula en ook Jaap hier doe ik jullie de groeten en wens ik jullie allemaal de versterking door zijn genade. En ja, aanstaande woensdag ben ik weer met Matthijs, gaan we daarmee weer mee verder. Dus hopelijk dan via deze manier tot ziens en anders zijn we de volgende week weer met de zondagochtend online dienst. Dus tot dan.